Sommige vragen vandaag gingen over jezelf. Wat wil je voor jezelf wel en niet doen? Sommige vragen gaan over de hele maatschappij. Wat gaan we verbieden voor iedereen en toelaten voor iedereen? En we hebben nu net een democratische stemming gehouden. We hebben samen beslist, via die in vitro fertilisatieselectie, gaan we niet aan geslachtskeuze doen. Prachtig, te laat. Te laat. Gender selection in Cyprus. Je vliegt naar Cyprus, je betaalt het ziekenhuis. Zij kiezen voor jou een jongen of je meisje, zoals je wil. Holy shit momentje. Dat is vandaag, hè. Dat is de toekomst niet. Kan je denken van, ja, dat is geslacht. Dat gaan we toch niet doen met oogkleur? Jawel hoor, in Amerika. Choose your baby's eye color. In Amerika, in Mexico en in India. Je vliegt er naartoe en je zegt, voor ons eentje met blauwe ogen. Ze maken 12 in vitro embryo's. Ze zoeken eentje met blauwe ogen. Stop je erin. Ze hebben ook een korting als je geslacht en oogkleur kiest. Dan krijg je een pakketkorting.